Goedemiddag op deze zondag 5 september. En zie je al die bijen vliegen daar in de verte? Af en aan. Ik weet niet of het zichtbaar is. Ja, waar ben ik, hè? Ik ga eens even kijken waar ik ben. Op het wethouder P. Vinkpad in een volkstuingebied. De rand van Wassenaar. Ik ben me even aan het oriënteren waar je allemaal kan lopen. Harry Staaspad. Wie van jullie weet wie Harry Staas is of was? Het zal wel was zijn. Ik zie daar J. Boudesteinpad. Ik ben bang dat dit alleen maar een wandelgebied is voor de volkstuin. Dat je niet de polder in kan. Maar goed. Ik heb al veel polderlandschappen gefilmd de laatste dagen bij Linschoten. Dus ik ga hier gewoon eens mijn ommetje lopen. Wat staat hier? Geplant door wethouder Piet Vink ter gelegenheid van de opening van het volkstuincomplex op 12 mei 1984. Deze boom. Pieter Vink, bekende naam. Nou, een bank. Ik heb geen boek bij me. Wat is dit voor een knibbelknabbelhuisje? Dit is naast... hoe heet dat, dat restaurant? Aangeboden aan Harry Staes ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als voorzitter van ATV Eigen Arbeid De Leden 2005. Een zonnewijzer. En dan weten we ook meteen wie de heer Staes is. Aha, dit is een jeu de boulebaan. Niet dit natuurlijk, daar kijk ik op uit, maar hier. En daarom zijn hier al die banken. Hier huist een jeu de boule vereniging. Ik heb de zon tegen. Ik zie helemaal niemand. Misschien zitten ze allemaal thuis voor de tv met het oog op de Grand Prix van Zandvoort. De vlinders vliegen net allemaal weg. Ze zitten nou daar. Het is een beetje een recht toe recht aan complex. Geen bomen zoals in Overschiet doen met Sparta Marcel. Hier wel mooie hei.
deze volkstuin is een langgerekte strook parallel aan de N14. Ik kom van de kerk, ben op weg naar huis en dan wil ik steeds ergens anders wandelen. Veel vlinders. Ik heb er net een paar gefilmd. Daar zie ik in de verte aan de horizon Leidschendam. Picknicktafel zie ik hier. Mooi hoor. Nat veenlandschap. Een keer neem ik een boek mee en dan ga ik hier zitten. Ja, dat zeg ik altijd. En dan ga ik toch altijd weer naar andere plekken. Is het mooi of is dit mooi? En een vlinders, jongens, daar ook weer. Ik ben nu bij het eind van het laantje van de volkstuinbuurt. Ik ga even op een bank staan, voor zover dat kan. Ja, en dan zie je dit. De weilanden tussen Leidschendam en Wassenaar. Ik ga weer naar beneden. Ik had gedacht dat ik via een ander pad terug kan, maar dat kan niet. Want deze ingang hoort bij zo'n huisje. Ik zie even helemaal niemand, dus ik ga er even in. Ik moet dus dezelfde laan terug, of hetzelfde pad terug. Dus ook een ingang van een huis. Ik zie niemand. Het is dus een heel smal terrein met maar één pad in het midden. Ik dacht een soort U-vorm, maar dat is niet zo. Ik ga terug. En ik zal nog wat bloemen fotograferen. Thank you.
aha, daar kan ik naar links. En heb je hier toch wel een andere route terug. Dat zag ik net ook op de topokaart. Met een bruggetje zelfs. Ik kom helemaal aan het trekken. Kijk nou toch. Er zit daar iemand, dus in verband met de privacy film ik dat niet. Vadis, waarheen gaat gij? En dan loop ik er nu ook uit. Ik heb even gekeken, het is zo'n 1,5 kilometer, half uurtje lopen. Of vergis ik me nu? Even kijken hoor, op de top. Inderdaad, 1,5 kilometer, half uurtje lopen. Dus heb ik niet zo hard gelopen, daarom twijfelde ik. Voor mij met die rode bakstenen is de boerderij. Ik zag daar een terras. Ik denk dat ik daar even ga lunchen. Als ze tenminste plaats hebben. Het is dus de rondweg, zeg maar. De N14. Tussen Leidschendam en Wassenaar. Waar ik mij nu bevind.